In Roeselare kwamen twee Belgische talenten in de ring, Saïd Elouari en Andy Terrein. Elouari bokste tegen de Fransman Nasser Lacrib en Terrein moest het opnemen tegen Ramdane Serjani, ook uit Frankrijk. Commentaar van Renaat Schotten en Jeff van Driessen. Nijvekamp 1, Schiervelde, Roeselare. De Gentenaar Farid Elouari is op weg naar de ring voor zijn 28e beroepskamp. Hij heeft er 21 gewonnen in zijn carrière en 6 verloren. 12 kampen voor de limiet gewonnen, eentje verloren voor de limiet. En dit is zijn tegenstander, een Fransman, Nasser Lacrib. Lacrib die al 23 kampen bokste en er 14 won, waarvan 5 voor de limiet. Dit is een rematch van de partij van de Isegemse kerstmeeting. Toen won Lacrib met de punten na 6 ronden. Elouari ging toen neer in de 3e ronde en haalde ook nog eens naar de bel uit. Zo'n beetje zijn handelsmerk de jongste tijd. En deze kamp dus ook over 6 keer 3 minuten. Ja, het was in feite een rampmatch van Farid Elouari tegen die Lacrib. Maar hij heeft hier in de beginfases van deze kamp toch een heel wat betere indruk. Goede rechtse hoek was dat. Schijnt kalmer. Bokst zoals hij kan boksen. En Lacrib staat al met de rug tegen de touwen. Goed kijkende Farid Elouari. Links-rechts. Op de dekking van Lacrib die hermetisch afsluit. Hoge dekking. Het is hem aangeraden. Want de slagen van Farid die komen zeer vlug. Die linker direct tussen de handschoenen was zeer goed, gevolgd door een rechter uppercut naar de flanken. Goed werk van Farid. Beide boksers licht weltergewichten natuurlijk, dat is de categorie tot 63,5 kilogram. Een goede rechter direct van Farid was dat hier. Hij bokst nu in tegenstelling tot de kamp van Kerstmis zeer beheerst, klaarkijkend. Ja, hij is naar Frankrijk geweest hè, voor een clinic van 2 dagen met Afif Djelti. Een ex-wereldkampioen, ex-Europees kampioen ook. 2 dagen maar heeft daar veel geleerd, zei hij. Wel, hij zal er ongetwijfeld wel iets geleerd hebben, maar ik denk dat het vooral in het hoofd gebeurd is van Farid, die zijn fouten op een rij gezet heeft en daaruit zijn besluiten getrokken heeft. Hij verloor nogal eens het hoofd tijdens een kamp en begon dan te vechten zoals op straat. Zoals op de Allerheilige meeting vorig jaar, toen Freddy de Kerpel na een wanvertoning met hem brak. De Kerpel is een vroegere manager dus. En nu lijkt hij toch een andere vertoon ten beste te geven. Hij bokst zeer beheerst. We zien hier dat hij zelf een stap terugkomt terwijl hij in de aanval is. Vroeger sloeg hij zich totaal leeg. Een goede rechterhoek van de Lacrib. Lacrib die zijn laatste kamp voor deze kamp verloor tegen een Italiaan, tegen Gianluca Branco in Civitavecchia in Italië door technisch knock-out in de 4e ronde. Maar die Branco, dat is niet de eerste de beste, want die bokste 12 ronden tegen een wereldkampioen in het WBC, Arturo Gatti, en verloor maar met de punten. Ja, Branco, dat is natuurlijk de top van de categorie, maar hier dan weer zeer goed werk van Farid. Die de tegenstander ook geen ogenblik met rust laat. Komt zeer goed terug na de rechter direct te hebben gemist. Het is een verschil tussen hemel en aarde in vergelijking met zijn kamp van Kerstmis. Rechterhoekslag op de kin van Lacrib was dat. Eerste ronde zit erop en duidelijk puntenwinst voor Farid. Duidelijke voorsprong voor Elouari. Elouari die veel investeert in het boksen, die werkt in de transportsector. En ja, dat betekent dat hij zeer korte rustperiodes heeft. Moet s'morgens trainen en dan s'namiddags werken. Het zijn lange dagen voor de Gentenaar. Ja, hij heeft het zeker niet gemakkelijk. We zien hier in de herhaling het zeer degelijke werk van Elouari. Die ook goed wisselt tussen hoofd en lichaam. Zo misschien nog iets meer de kin tegen de keel moeten drukken om eventuele counters hun effect te laten missen. En dat doet hij hier dan, van dichtbij. Goed gevarieerd werk. Uppercuts gevolgd door linker of rechter hoekslagen. En Lacrib minder sterk dan met Kerstmis, of is dat omdat Elouari gewoon beter bokst? Ik denk dat het laatste is dat Elouari bokst zoals hij het kan. En dat heeft hij zeker niet gedaan met Kerstmis. 2e ronde dus. Zware rechter direct. En Lacrib komt niet meer uit de omknelling. Zit daar gevangen in die hoek. Dekt wel goed af. Farid moet alleen opletten dat hij zijn krachten niet verspilt door
op de dekking te slaan, maar vele van zijn stoten gaan er los door. Hier dan een goede reactie. Linkerhoek was dat. Hier weer een dubbele linkerhoek van Lacrip. De man blijft wel gevaarlijk. Die was ernaast. En dat doet Elouari zeer goed. Wanneer hij met rechts mist, dan komt hij goed terug met de linkerhoekslag. Maar Lacrip ontwijkt hier behendig, beter gezegd. Het blijft te hoop letten voor Farid niet te overmoedig worden, want Lacrip is een zeer goed kijkend bokser. Maar moet toch formidabel incasseren in deze tweede ronde en geraakt nog nauwelijks weg uit de omknelling. Ingesloten in de hoek en probeert dan te counteren, maar loopt dan tegen een zware rechtse van Farid. En die probeert het nu af te maken, hangt daar dan in de touwen, schijnbaar uitgeteld. Zwaar geraakt in elk geval. Alleszins op het ogenblik dat hij zelf uithaalde werd tegen counter door een rechterhoekslag. Oogblessure ook, het bloed spuit eruit. En dan is het voorbij, zegt de ringrechter Rick de Voogd, maakt er een einde aan. En dolle vreugde bij Farid Elouari, die het knap afrondt. Absoluut, ik kan de vreugde begrijpen van Farid na een zeer slechte kamp. Tegen diezelfde Lacrip komt hij nu langs de grote poort terug. En bij Nasser Lacrip ging hier het licht uit. Een klaarkijkende Farid die tracht tussen door de verdediging te gaan, maar hier zelf geraakt werd door een linkerhoekslag vol op de kin, maar verteert hij goed. Ja, die tweede linkse van Elouari was moordend. Absoluut, en hier heeft rechter De Voogd begrepen dat verder boksen geen zin meer heeft. Ja, en de Fransman nog altijd aan het bekomen. Is nog niet opnieuw van deze wereld en begrijpt hier dan dat Elouari de betere was. En dan gaan we luisteren wat Farid Elouari te vertellen heeft over zijn eigen prestatie. Hier zien we nog eens een van die beslissende momenten. En wat denkt hij nu zelf over zijn prestatie? Ik ben blij dat ik mijn revanche kunnen nemen tegen Lacrip. Een goede bokser, veel ervaring. Maar de slimste heeft vandaag gewonnen. De vorige keer heeft hij gewonnen omdat ik domme dingen deed. Maar vandaag was ik verstandig. Denk ik toch. Heb je met een beetje vertraging dan toch de lessen van Freddy de Kerpel? Ja, zeker, zeker. Want wat ik nu geleerd heb, heb ik ook gehoord van Freddy. Maar dat was gewoon de manier waarop. En de fout is aan mij, niet aan Freddy. Freddy is een man met enorm grote ervaring. Ik ben maar een klein prutske. Toen kwam het er niet uit en vandaag is het er wel uitgekomen met andere mensen. En ik heb een lesje geleerd, inderdaad. Dus ik hoop dat de toekomst nog goed zijn. Ik ben 30 jaar, maar het is nog niet gedaan met Elouari. Zeker.